De uiterlijke betaaldatum voor het betalen van de rij- en voertuigenbelasting is verschoven naar 1 maart 2019. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën geeft hierover nader uitleg in een interview met het Nationaal Informatieinstituut. Dit is een nieuwe vorm van belasting na aanname van de wet. Het heeft de ambtenaren van de Belastingdienst heel veel tijd en inspanning gekost om toch wel binnen heel korte tijd alles in elkaar te hebben, zodat wij per 1 januari operationeel zijn. Ze hebben hun uiterste best gedaan om zaken op schema te hebben. Maar pas wanneer het in de praktijk komt, kan je merken van hoe vlot het kan lopen. Direct na de start van de eerste betaaldag, we evalueerden dagelijks, zagen wij dat er in bepaalde zaken wat onbegrip was. De communicatie die liep wat stroef. De juiste informatie kwam soms met stukjes en beetjes. En de toeloop was enorm. Dat vereiste dus dat wij meerdere verkooppunten moesten opzetten. Maar dat houdt ook in trainen van de mensen die daarvoor bezig zijn. Ook voorlichting geven aan de rest van het publiek waar men terecht kan. Schoonheidsfoutjes hier en daar oplossen. Er wordt doorgetrokken tot een bepaald uur. Er wordt gewerkt in een weekend. Hoe vang je dat op met geld dat je binnenkrijgt? En na dus beraad, we hebben tot vanmorgen vroeg was er weer een bespreking hierover, zeiden wij van het zou toch beter zijn dat wij de mensen wat meer ruimte geven om te betalen. Het geld loopt niet weg. Het geeft wat rust aan de mensen. December is een zeer drukke maand met zoveel bezigheden. Niet alles en iedereen is volledig, heeft de tijd en ruimte om alles te doen. Laten wij ze niet tot 1 februari, maar laten wij ze rustig tot 1 maart geven. Zodat de mensen met alle rust hun eigen planning kunnen doen. Onze mensen die zijn er content mee, geeft hen wat meer tijd, vooral in de communicatie naar het brede publiek. En wij hopen natuurlijk dat het brede publiek toch wel blij is met deze stap. Voor degenen die zagen van het zal heel krap zijn om dit alles af te handelen in december. Nou hebben ze nog 2 maanden de ruimte om dat te doen. Het geld loopt nu weg. En de verplichting zal toch staan voor 1 januari 2019 tot 31 december. Wij bij introductie van nieuwe systemen zijn er altijd schoonheidsfoutjes die opkomen. Dat heb je overal. Ik gaf een voorbeeld in een ander interview van zelfs verkiezingen die je zoveel keer organiseert. Kan er een bepaald vraagstuk plotseling op het stembureau voorkomen die je niet hebt ingeschat waar je moet handelen. Het zijn schoonheidsfoutjes. We kijken, we wegen af. Wat is zwaarder? En toen kwam het besluit van nee, laten we wat meer ruimte geven. Zullen er in de komende periode extra of concrete acties ondernomen worden vanuit het ministerie om wat meer opheldering of duidelijkheid of bewustwording teweeg te brengen binnen de samenleving? De informatie, bij mij gaat het vooral om de communicatie. Communicatie naar het brede publiek in alle mogelijke talen en via alle kanalen. De kranten, social media, De televisie in vormen van sketches in verschillende talen. Dat is waar wij nu aan werken. Zodat we er zeker van zijn dat dit begrip, dit product goed gaat bezinken in de samenleving. Minister, critici zijn van oordeel dat er niet voldoende is geïnvesteerd in de voorbereiding. En ook wordt aangegeven dat slechts 10% van de gelden die verkregen zullen worden uit de rij- en voertuigenbelasting aangewend zal worden voor infrastructuur. Wat kunt u de samenleving daarover? Kijk, die wet wordt eind augustus aangenomen. We hebben dan de vakantiemaand ertussen, waar ofschoon je doorwerkt,
heb je natuurlijk de uitvallers. Het is onze vakantiemaand, daar kom je niet aan. En in feite praat je over pakweg een maand. Dat alles is voorbereid. Als we zien dat de eerste vormen van betalingen hebben plaatsgevonden. Dat er, ik was vanmorgen op een locatie die om 10 uur open zou gaan. En vanaf 9:30 stonden mensen reeds buiten op te betalen. Dan zie je toch wel dat toch wel de zaken de gemeenschap bereiken. Dan zeg ik van mijn petje af voor de Belastingdienst. Om in een recordtijd in feite alles op poot te zetten. En het is een enorme organisatie waarmee we te maken hebben. Maar het zijn een behoorlijk aantal vehicles in het land. En een behoorlijk aantal betalingen en afrekeningen die moeten plaatsvinden. Dus dat die schoonheidsvoortjes zijn gekomen, zodat we tempo wat verspreiden, dat is meegenomen. En wij staan daar volledig achter. We zien de noodzaak ervan. Fantastisch dat we dit kunnen doen. En dat geeft, geloof ik, toch wel wat ademruimte aan de gemeenschap. Vooral degenen die toch nog wat vragen hadden. Hoe ze zouden moeten handelen. Dat er slechts 10% gaat naar de wegen zelf. Kijk, de tarieven zijn vrij conservatief gehouden. De geschatte inkomsten zijn 82 miljoen SRD. Als we alleen maar de weg Jenny Heenaar zouden moeten herstellen, dan praten we over rond de 800 miljoen SRD. Dan praten we nog niet over alle grote infrastructurele werken, de onderhoudswerkzaamheden. Het dagelijks werk dat openbare werken zou moeten doen om onze wegen in stand te houden. Dus je kunt begrijpen dat, ook al zouden we zeggen 100%, dat dit een druppeltje is op de gloeiende plaat. Het is meer een symbolisch karakter waarmee we bezig zijn. Met die 8 miljoen, nog met die 82 miljoen, gaan we onze infrastructuur oplossen. Maar het is meer een koppeling die we willen maken daaraan. En het besef te geven aan de burgers dat zij ook mede bijdragen aan de onderhoud, aan het onderhoud van de wegen. Want ik kan u zeggen dat de begroting ten aanzien van onderhoud van de wegen, opgraderen van onze infrastructuur, die loopt in de honderden miljoenen. En daarmee zijn we met 82 miljoen er nog lang niet. Brengt het uitstellen van de uiterlijke betaaldatum ook met zich mee dat de controle ook op een later tijdstip zal van start zal gaan? Ja, dat is heel belangrijk. De controle zal dus plaatsvinden nadat de laatste betaaldag verstreken is. Dus dat moeten wij, we hebben het vandaag bekendgemaakt. We gaan er nog rustig met de politie afstemmen dat de controle en de sancties dus na de laatste betaaldag 2019 gaan plaatsvinden. De afgelopen dagen is er ook op Facebook zijn er reacties. Hebben mensen zich geuit over deze belastingen, dus de rij- en voertuigenbelasting. En er zijn verschillende meningen gedeeld. Sommige mensen beweren dat de politie eigenlijk niet in staat zou zijn of bevoegd zou zijn omdat het een belastingaangelegenheid betreft. En kunt u misschien aangeven wie eigenlijk de controle zal uitoefenen en wat misschien enkele van de sancties zullen zijn? Nou, één is natuurlijk, een wet is een wet. En het apparaat om controle uit te oefenen op het naleven van de wet, ja, is de politie. En de bepalingen, ik verwijs naar artikel 8 en 9 van die wet, die zijn zeer duidelijk wat de boetes betreft. En ik begrijp niet dat men zegt dat de politie niet bevoegd zou zijn. De politie is het apparaat voor het garanderen van het in stand houden van onze wetgeving. We waren zo rood belanden als wij met de wetten maken en er zijn geen controlemechanismes of sanctiemodellen
die wij kunnen hebben daarvoor. Dus wat men daarover zegt, dat klopt totaal niet. Minister, tot slot, hebt u nog misschien iets te delen met de samenleving als het gaat om rij- en voertuigenbelasting? Kijk, we zien het als een vorm van belastinginning waar een wezenlijke bijdrage door het publiek wordt geleverd. Dat er ook het besef is van hoe weinig het ook is. Dit is wat wij als brede publiek, wij allen, bijdragen aan het versterken van ons belastingstelsel. Het is als we tegenover het totaal budget zetten van onze infrastructuur, zeg ik u, dan praten wij over heel weinig geld. Maar hoe weinig het ook is, het is een bijdrage die we heel goed kunnen gebruiken. En vanuit financiën en natuurlijk met mijn collega OWI gaan wij altijd onze uiterste best blijven doen om deze wegen zo goed als mogelijk te onderhouden. En waar nodig die nieuwe wegen aan te leggen die zeer belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van ons land. Minister, wij bedanken u van harte voor uw bijdrage aan dit interview. En wij spreken de hoop uit dat deze uitzending een bijdrage zal leveren aan de opheldering en bewustwording binnen de samenleving als het gaat om de rij- en voertuigenbelasting. Bedankt. We hopen dat het ook even wat rust brengt bij de mensen. Er was heel veel ongerustheid. Vaak genoeg onnodig aangewakkerd. Alles loopt als een gaat als een lopend vuurtje, men maakt verhalen, er is heel veel fake news. Dit geeft ons wat ademruimte. Dit geeft ons de tijd om de communicatie beter te spitsen op de vraagstukken die zijn opgekomen in de eerste week waarin we bezig zijn geweest. En de Belastingdienst zal verder uitkomen met wat meer informatie ten aanzien van deze ontwikkelingen.